Ik ben 2,5 jaar geleden ben ik getroffen door hersenvliesontsteking. Ik heb toen een aantal weken in het ziekenhuis gelegen. Ook een aantal dagen heel slecht. Ben daarna naar een revalidatiecentrum gegaan. Heb 1,5 jaar in een revalidatiecentrum gezeten. En ben volledig afgekeurd. En toen zat ik 2 jaar thuis of in een revalidatiecentrum. En toen werd ik helemaal gek van het thuis zitten. En ik wilde weer wat gaan doen. En toen heb ik met de gemeente Schouwduiven contact opgenomen van... kan ik bij jullie iets doen op het gebied van sport of gezondheid? En dat kwam net op het goede moment uit. Want zij wilden een sportgezondheidsprogramma opzetten. Maar hadden niemand met de kenniservaring om dat op te pakken. En ja, ik ben dat gaan doen. En ik doe dat voor 10 uur per week. Ik ga naar mijn elektrische fiets ga ik naar het werk toe, want ik wil gewoon bewegen. Dan voel ik me fitter. En dan ben ik ook nog wel staat in terug te fietsen, mits het niet te inspannend is geweest. Maar meteen na het eten, om 1 uur of 1:30, dan ga ik naar bed toe. En dat heb ik ook echt nodig, anders kom ik de rest van de dag niet door. En dan slaap ik meestal 1,5 uur. Ik zet geen wekker meer, denk ik in het begin wel, maar nu gaat het gewoon op gevoel. En ik moet rekening houden met de belastbaarheid van de dagen ervoor en de dagen daarna. De impact van mij was enorm, omdat sport is altijd mijn enigste hobby geweest. En op een gegeven moment ben je uit het revalidatiecentrum. Je kan weer wat gaan werken en je probeert weer het leven op te bouwen. Alleen ik was mijn hobby's kwijt, want het was voor mij eigenlijk alleen maar sport. En voor mij was sport ook puur prestatie. Hardlopen ging niet meer, want dan had ik bij de vereniging niet. Want dan moest ik gewoon te hoge intensiteit doen en dan krijg ik klachten. Voetballen ging niet meer omdat ik dan duizelig werd, omdat ik te veel beweging om me heen zag. En uiteindelijk ga je andere dingen proberen. En dat is begonnen met gewoon wandelen met de hond. Dat is begonnen met fietsen naar mijn werk toe. En dat ben ik langzaam opgebouwd. Mijn zoontje die heeft altijd gevoetbald. Zijn 12e zei hij, ik wil niet meer voetballen, ik wil keepen. Toen dacht ik, hé, dat is heel erg leuk. Nadat ik uit het revalidatiecentrum terecht kwam en het wat beter ging, toen dacht ik op een gegeven moment, ja... Ik kan zelf niet meer voetballen, maar misschien lukt keeper wel. En toen ben ik dat met hem gaan oefenen. En het ging heel erg goed. En toen heb ik mij aangemeld bij de 40-plusbal om het een keer een wedstrijd te proberen. En ik merkte dat ik dan niet de klachten had die ik als voetballer wel heb. En zo ben ik nu eigenlijk keeper geworden bij de 40-plus. En doe ik 1 keer in de week samen met mijn zoon keeperstraining. Trainen we elkaar. Ik zat de kustmarathon te kijken en toen dacht ik, oh, hardlopen, ik zou dat zo graag weer willen, maar het gaat niet meer. En toen dacht ik de volgende dag, ja, maar ik ben best wel weer een beetje aan het herstellen. Misschien gaat het wel, laat ik het gewoon eens proberen. Niet meer bij een vereniging, want dan ken ik mezelf, dan ben ik te prestatief en dan gaat het fout. Maar wel gewoon een rondje rennen in de polder. En eigenlijk ging dat wel en dat probeer ik steeds iets verder uit te bouwen. Wat ik wel merk, en dat zei het revalidatiecentrum ook, een lichaam heeft in principe 7 jaar nog dat je kan herstellen. En dat betekent dat wat nu niet is, misschien wel kan komen. En dat blijkt dus ook, want in het begin kon ik alleen maar wandelen en fietsen. En nu ben ik dus begonnen met hardlopen, wat in het begin absoluut niet ging. En ja, wie weet waar we nog komen. Ik heb nog 4,5 jaar om verder te herstellen.